hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. Het is echt super vroeg. Want ik ga mee naar Schiphol met Nessie. We gaan vandaag vertrekken naar Las Vegas voor een perstrip. En als jullie dit zien, is hij waarschijnlijk al terug. Ik moet even mee, want dan kan ik zijn auto weer even meenemen. En dan rijd ik gelijk door naar mijn kapper. Nessie is net afgezet bij Schiphol. Ik heb nu zijn auto. Ik ga lekker even een ontbijtje scoren bij de tank. Ik denk bij de Schiphol is echt zo chill altijd. Het is echt heel veel lekkere dingen, ook gezonde dingen. Dus het komt goed uit. Ik ga even lekker iets voor mezelf halen en dan richting Roosendaal. Zo, ik ben eindelijk aangekomen. Ik heb er echt letterlijk anderhalf uur over gedaan omdat het zo druk was op de weg. Niet normaal, mijn haar is helemaal geplast omdat ik dus helemaal geen spul in mijn haar heb. Omdat ze dus zo mijn haar gaat verven. Ik ben trouwens bij Dina in Roosendaal. En zij gaat mijn uitgroei vandaag doen. En een toner over de rest van mijn haar. Want ik verf mijn haar dus niet meer. Tenminste, ik blondeer mijn haar niet meer. Want ik verf het dus van boven. En een toner over de rest van mijn haar. Maar ik blondeer niet meer. Daar ben ik helemaal mee gestopt. Ik vind het altijd onderweg wel heel erg moeilijk om even gezond eten te scoren. Maar ik heb hier dus een smoothie met alleen bramen en yoghurt erin. Dus dat is prima voor nu. En ik hoop dat hier in de buurt ook iets gezonds is wat ik straks kan halen als ze bezig is met mijn haren. Want ik ken mezelf, ik heb echt heel snel trek. Ja. Oh ja, mijn kleren zitten helemaal onder de pluisjes omdat ik dus deze jas aan heb. Echt kut. Want dat is eigenlijk het moeilijkste van allemaal. Nee. Oh my god. Ik krijg een aanval hier. Kijk eens wat er is gebeurd. Oh my god. Oh my god. Ik ben klaar bij Dina en oh mijn god, kijk hoe donker ik ben. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik moet wel echt eerlijk zeggen dat ik er heel erg aan moet wennen. Maar ik zie het al helemaal voor me. Alleen echt super dom van mij. Ik had mijn eigen haarproducten niet mee. Ik had mijn eigen kam niet mee. En Dina is altijd heel erg eerlijk van, ja, ik doe eigenlijk bijna nooit vrouw met krullen. De haar. Dus ik weet altijd dat ik mijn eigen spul mee moet nemen. En mijn kam en zo. En dat vind ik helemaal niet erg. Want daarna ziet mijn haar gewoon super leuk uit. Alleen ik was het vandaag vergeten. Echt stom. En nu heb ik echt gewoon dit. Zo zielig. Dus ik ga straks mijn haar lekker even thuis doen. En dan ga ik de kleur laten zien. Maar ik ben er heel happy mee. En deze keer is ook echt een enorme verschil. Van blond naar donker. Want mijn haar was natuurlijk veel lichter geworden na vakantie. En nu heb ik weer echt maar, zeg maar, één geheel. Nu heb ik weer één geheel gelukkig. En dat had ik niet. Want ik had letterlijk drie kleuren. Mijn uitgroei. De verf die erin zat. En dan nog ja, het stukje dat nog blond was. En dat nog blonder was geworden door de zon. Dat heb ik gelukkig niet meer. En ik vind deze kleur echt heel mooi. En ja, love it. Thank you, Dina. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. En dit is mijn nieuwe kapsel. Het is alweer de tweede dag dat ik, zeg maar, donker haar heb. En ik ben er inmiddels al aan gewend. Want in het begin dacht ik, oh mijn god, what the fuck. Het is echt donker. En staat het mij wel. En bladabla. Maar ik ben er nu echt heel erg blij mee. Vooral met het weer. En zo denk ik van, echt heel mooi. Ik heb een blazer aan van My Jewelry. Met zo'n een rimpje hier aan de zijkant. Het is echt heel erg fijn en mooi. En ik hou van deze kleur tijdens herfst. Ik heb een ring om van My Jewelry. En mijn kettingjes. Ik moet straks even een foto maken in deze outfit. Voor een samenwerking met My Jewelry. Waar ik echt heel erg blij mee ben. Want ik vind hun sieraden echt heel erg tof. Ik was echt heel erg aan het twijfelen of ik nou de N moest dragen. Of mijn Scorpio ketting. Want ze zijn ongeveer, zeg maar, qua lengte bijna hetzelfde. En dan vind ik het niet zo mooi eruit zien. Dus ik heb toch voor de N gekozen. Van Izzy natuurlijk. Mijn planning voor vandaag is, ik ga vandaag richting Twente. Want ik ben inmiddels 2 dagen alleen. En Nessie is nog steeds in Las Vegas. En ik voel me gewoon een beetje alleen vandaag. Dus ik heb lekker afgesproken met een vriendin om in Twente af te spreken. Dus ik ga lekker weer bijna zo 2 uurtjes rijden. En dan ga ik gewoon even richting daar. Even lekker eten. Bijkletsen. En aan de avond weer lekker naar huis. Ik zie trouwens echt nog best wel veel vertellen. Maar dat doe ik even in de auto straks als ik wat meer tijd heb. Want ik moet vertrekken. Ik moet nog 2 uurtjes rijden. En dan ben ik eigenlijk al een half uur te laat. Dus ik vertel het jullie allemaal even straks in de auto. Voordat ik weg ga, ga ik even mijn kindjes snoepjes geven. Lekker hè? Oké, als ik, zeg maar, start met filmen. Zit ik echt naar mezelf te kijken van, wow. Wie is dit? Ik moet hier zo erg aan wennen. Zo, 2 uur later. Ik ben aangekomen in Deventer. Op het Stationsplein. En ik moet even wachten hier op mijn vriendin. Maar ik moet echt zo nodig plassen. Ik kan echt niet meer. Ik heb een hele fles water natuurlijk gedronken. Dan moet ik echt zo nodig aan de wc.
Maar ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik zie hier wel zo'n zwarmatentje. Misschien hebben ze daar een wc. Ik ga even kijken. Ik kan echt niet meer. Wij zijn nu bij het IJsselstein Hotel. Het ziet echt mooi uitzicht. Ik ga het zo even filmen voor jullie. Kijk hoe mooi. Wij zijn nu in Deventer. Het is echt een heel mooi hotel. Vroeger vond ik schilderijen eigenlijk echt lelijk, maar tegenwoordig vind ik het echt zo mooi. Vooral deze vind ik echt heel mooi. We zijn net klaar met eten. Kijk, we hebben hier gegeten. Hier, dat is dus aan het water. En dan heb je echt zo'n geweldig uitzicht. Echt top. Verrassend genoeg heb ik echt lekker gegeten. Ik heb lekker rund gehad met een zoete aardappelmoes. Het was heerlijk. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik ben vandaag zo vroeg op, want ik moet Nessie ophalen van Schiphol. Waar ik echt zoveel zin in heb, want ik heb hem gewoon echt donders gemist. Ik ga lekker mijn schoenen aan, ik ga een koffertje halen en ik ga lekker vertrekken. Echt, ik heb echt zulke rode ogen. Niet normaal. Ik ben blij dat ik een bril heb. Deze twee katten hebben mijn leven echt gewoon een hel gemaakt vandaag. Ik heb maar 2 uurtjes kunnen slapen door hun. En dat is echt geen grap, maar ik weet niet. Volgens mij, sinds Nessie weg is, kunnen ze niet meer goed slapen of zo. En het rare is ook dat ze nu opeens met mij willen slapen. Dus dan gaan ze vechten om een plek bij mij in bed. En dan, dan hoor ik ze de hele tijd tegen elkaar miauwen en zo. En ik kon gewoon echt niet slapen. Ik heb echt letterlijk 2 uurtjes geslapen. Dus zoveel pijn in mijn ogen. Oh, dat ging normaal. Vandaag kwam Nessie zo vroeg aan. Dus ik ben gisteren. Even snel naar de supermarkt gegaan om even lekker een perfect ontbijtje te halen. En dan ga ik straks, als het niet heel moe is en direct in slaap valt, ga ik straks even een heel lekker ontbijtje voor hem maken. Maar ik heb ook wel weer tijd voor mezelf gehad, wat ik echt super fijn vind. Ik heb al mijn administratie op orde. Ik heb het nog helemaal niet verteld, maar ik heb dus sinds een paar dagen een manager. Dat heb ik ook even allemaal geregeld. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Het gaat me echt zoveel werk schelen. Het is nu zo koud zonder jas. Ik heb zo'n pakje aan van een dikke stof eigenlijk. En ik heb er nog steeds een jas eroverheen. Want ik heb het echt zo enorm koud. En weer lekker bij de McDonald's een cappuccino halen. Zwaar aan toe. Ik luister weer trouwens naar 6ix9ine. Heel erg dit. Yay! Nessie is back! Woo! Dinari! Nu lijkt het alsof we alleen maar Dina knuffelen. Ja, terwijl hij net allemaal Lira heeft geknuffeld. Ik heb eerst Lira geknuffeld. Oh, Dickie. Oh, je bent ook lekker, hè? Oh, je bent ook zo lekker, jij. Kijk wat Nessie van mij heeft. Zo lief. Sef, ik had een lijstje gegeven, maar niks wat op het lijstje stond, hadden ze gewoon bij deze Sephora. Dus ik ben zo benieuwd wat hij heeft gehaald. Die vrouw, ik had dus al die vrouw gevraagd, ja, breng me gewoon naar die plek. Yeah. Van al die producten. Yeah. Dan gaan we gewoon samen met je kijken. Ik ben echt zo benieuwd. Dat ik een foto van jou laten zien. Ja. Zei, oh my god, she's so beautiful. En toen zei ik tegen haar van ja, ik dacht zo, wat kan bij haar huiddingen? Dan ging ik eens met je kijken. Oh mijn god, ik vind het echt zo gaaf. Oké, okay, jongens, het is echt zo spannend. Ik weet echt niet wat hij heeft gekocht. Dit is echt zo erg grappig gewoon. Oh nee, dit is het gratis product die ik heb gekregen. Wacht, dit is anders. Wat is dit? Mini body. Huh? Die had ik gevraagd! Oh, echt? Body lava, die mini de versie van. Ik zei tegen mensen, ik wil die body lava, maar dan in het mini. Oh. Die grote, ik weet niet of die. Misschien hadden ze die grote niet. Ja, want ik dacht, wat heb ik nou een grote? Want ik weet niet eens of ik het goed vind. Maar ik heb gewoon die mini. Oh my god, ik heb gewoon die body lava. Oh, ik ben hier zo blij mee. Ik wil dus echt heel graag. Zo leuk. Oh my god. Oké, okay, next. Fenty Beauty Sunstalker. Warme bronzer van Fenty. Oh my god. Deze nog nooit gebruikt, maar ik wil heel graag een bronzer eigenlijk van Fenty. Het ziet er echt heel mooi uit, die verpakking al. Beetje bronzy. Ik hoop dat de kleur goed is. Dat is Shady Biz. Ah, volgens mij wel. Dit is de kleur. Ik ga hem straks uitproberen, maar ja, ik kan hem sowieso blenden hoor. Mooi hoor! Leuk hoor. Heb ik het een keer verteld? Vroeger had ik 1 keer in mijn leven een keer paarse lipstift op. En toen was ik jarig en toen dacht Nessie dat ik gewoon helemaal into paars was. Hij had een paarse lipstift gekocht, hij had paarse oogschaduw gekocht, hij had paarse nagellak gekocht. Alles was paars en ik had gewoon 1 keer in mijn leven paarse lipstift op. Hij vond het een goed idee.
kom, oh, die is vet mooi. Fussy. Oh, dat is die roze. Ik vind deze echt mooi. Die heb ik al. Ik wist dat je al iets had. Ik wist niet. Maar ik vind het wel echt heel mooi. Dan heb ik nog een keer. Ja, dan hoef ik hem lekker niet meer bij te kopen. Love it! Wel grappig dat die verkoper ook echt zeg maar die roze versie van heeft gekozen, omdat ik best wel licht ben. Ik heb deze gekozen, man. Oh, wat dan? Zij bracht mij gewoon op die plek. Ik heb gekozen wat... Heb je ook dit gekozen? Ja. Ze heeft me alleen geholpen met de kleur ongeveer. Ja, oké. Maar ik vind het echt zo tof dat je hier weer thuis komt. Ik ben gewoon blij. Wat is dit dan? Glossbom. Andere kleur. Is dat een andere kleur? What the fuck? Zo lachen. Dit is het ook. Ik ga helemaal stuk. Deze heb ik ook. Heb je die ook? Nou, dat vind ik niet meer leuk. Ik ga stuk. Nou, moet ik nog uitleggen wat er is gebeurd? Ik ben zelf ook in slaap gevallen. Ik ben net wakker. Hij is nog eens aan het slapen. Het is gewoon 5 uur 's nachts. Het is gewoon 5 uur nu. Oh my god, we hebben niet zo'n beet. Het was zo'n slecht idee. Ik ben helemaal gesloopt nu. Oh. Oh, mijn hoofd. Dat was echt dom van mij. Ik moest hem gewoon laten slapen. En daarna gewoon van een uurtje zo weer wakker maken. Want nu kunnen we in de nacht niet meer slapen. Zo, ik heb heerlijk gedoucht. Even lekker water drinken. En dan ga ik lekker eten maken. Oh, ik ben echt zo brak, niet normaal. Ik heb weer na een lange tijd brood gekocht. Ik heb deze gekocht, maar ik ben ook blij dat ik deze heb gekocht, want die kan ik nu lekker in de oven doen. En dan hebben we warme broodjes. Nou, kijk, dat moet ik. Ik was dus thee aan het maken. Toen kreeg ik deze twee vragen. Wie maakt je gelukkig en wie maakt je ook wel het lachen? Missing, of course. Ik heb gekocht na een lange tijd lavash kiri. Ik heb heerlijk kersenjam, onze favoriet. Zo, lekker eitjes. Nou jongens, het is ons ontbijtje geworden. Lekker fruit, jam, lavash kiri. Eitjes in olijfolie, die heb ik gejat van de Marokkaan. Gewoon zo blij mee, hè? Lekker theetje, brood, schuddebuikjes voor Nessie. Allah. Nessie gaat mij nu blackjack leren. Komt van als je in Las Vegas bent geweest. Maar het is echt een leuk spel. Zo, het is inmiddels een stuk later. Ik heb even een nieuwe lipkleur uitgeprobeerd. Dus ik zie er opeens raar uit. En ik heb geen make-up op en dan wel iets op mijn lippen. Nessim is nu weg, want hij moet weer aan de slag. Hij moet werken. Ik had jullie nog beloofd om een paar dingen te vertellen. Maar daar was er niet van gekomen. Want ik heb deze week echt zo slecht gevlogd eigenlijk sinds Nessim weg is. Maar oh mijn god, de dag dat ik Nessim heb afgezet ging letterlijk alles fout. Echt letterlijk, het begon al in de ochtend. Ik had een smoothie gekocht met bramen en die was roze en die flikkerde gewoon de auto over me heen. Hele auto vies, ik helemaal vies en ik had daarna nog 3 meetings. Dat begon al kut. Dus ik laat de Nessie brengen naar Schiphol, afgezet, lekker rustig gaan weer naar huis rijden. Kom ik aan de parkeerplek. Ik kijk in mijn tas, ik zie 2 autosleutels, 1 van mij en 1 van Nessie en gewoon geen huissleutels, jongens. Hij had huissleutels mee en die van mij waren gewoon nog in huis. En hij was vergeten om zijn huissleutels aan mij te geven. En zodoende had ik gewoon geen huissleutels en kwam ik mijn huis niet binnen. En ik kreeg echt zoveel stress gewoon. Echt. Ik kon op dat moment gewoon wel janken. Ik had echt zoveel paniek, maar ik dacht, oké, even rustig blijven. Ik kan nog wel gewoon bij buurvrouw aanbellen. Dan kan ik wel het appartementcomplex nog steeds in. Maar ja, goed, ik kon mijn huis niet in. Dus ik liep gewoon naar boven en ik keek naar binnen en zag mijn katjes daar zo staan. Dacht ik, shit, ja, ik kan hier nou echt niet weg. Ook al zeg maar, ook al had ik zeg maar geen huissleutel. Nou, dan kon ik gewoon naar een vriendin, kon ik daar slapen. Maar ik heb natuurlijk gewoon 2 huisdieren thuis. Dus ik moet gewoon ervoor zorgen dat ik vandaag nog binnenkom. Want inmiddels was het al 4 uur. En ik was gewoon bang dat het echt laat werd. En dat ik nog steeds dan buiten was in mijn eentje.
Zonder huissleutels en dan mijn twee katjes binnen. Ik leg even de camera zo neer, want ik heb echt last van mijn arm. En toen dacht ik, ja, wat is de oplossing? Er is gewoon geen oplossing. Ik heb de huisbaas gebeld, maar die heeft dus geen reservesleutels. En de enige oplossing was voor mij om een slotenmaker te bellen. Dus ik kijk op Google. Ik dacht, oh, dat is een goedkope. Dat is om €99 voor het openmaken van je slot. En nou, dat vond ik best wel een redelijke prijs om mijn huis weer binnen te komen. Dus toen heb ik die gebeld. Die was ook echt letterlijk binnen een half uur. Dus daar was ik heel erg blij mee. Nou, mijn slot was zo open. Dus ik kon naar binnen. Ik ga naar binnen. Zegt hij, ja, ik ben klaar. Dus ik kijk naar mijn deur. Een dikke gat in mijn deur. Ik zeg, hoe bedoel je, bent klaar? Hij zegt, ja, je wou toch het slot openmaken? Ik heb hem opengemaakt. Dat is €99. Dus ik kijk, er zit gewoon een gat in mijn deur. Ik zeg, meneer, ik kan zo toch niet naar buiten? Hij zegt, ja, maar mevrouw, u wou uw slot openmaken. Dus ik zeg, meneer, kunt het gewoon fixen dat ik gewoon naar buiten kan en dan daarna ook weer gewoon naar binnen kan zonder dat er een gat in mijn deur zit? Ja, mevrouw, daar komt dan wel weer €50 bij. Ik dacht, nou, doe maar. En toen heb ik het maar gedaan, maar uiteindelijk heb ik veel meer betaald dan op de website stond. Dus dat vond ik echt heel erg kut. En daar baalde ik ook echt heel erg van. Ja, het was gewoon een rotdag gewoon. Ik dacht echt bij mezelf, ik ga vandaag echt niet meer naar buiten. Want ik weet niet meer wat er nog gaat gebeuren vandaag. Maar het is mijn ongeluksdag, dus ik bleef gewoon lekker binnen. En dat was het begin van mijn week toen Nessie wegging. Dus die was daarna eigenlijk gewoon 4 dagen echt heel erg laag. Maar ik heb gelukkig wel echt mijn administratie gewoon gedaan. Ik heb alles gedaan wat ik moest doen. Dus dat is op orde. Maar voor de rest moet ik nu echt wel weer knallen. Ik hoop dat jullie deze vlog toch een beetje leuk vinden. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!